Tromgeroffel. Van harte welkom bij een nieuwe Otis Go Advice video. En in deze Otis Advice beantwoord ik de vraag: hoe haal ik dubbele kandidaten uit mijn kandidatenmodule? Nou, dat doe je uiteraard vanuit de kandidatenmodule. Dus ik ga naar de kandidatenmodule toe. En voordat ik ga uitleggen hoe je die dubbele kandidaten uit je kandidatenmodule haalt, we hebben een automatische ondubbeling. Dat werkt op basis van strikte regels. Als Otis nagenoeg zeker weet dat het een dubbele kandidaat is, kunnen wij die automatisch voor je ondubbelen. Wil je daar meer informatie over hebben, neem even contact op met mijn collega's van Customer Support. We hebben ook een mogelijkheid dat als we het iets minder zeker weten, om ze handmatig te ondubbelen. En dat is wat ik in deze video eventjes toelicht. Nou, in je kandidatenmodule kan het zijn dat je bovenin een icoontje hebt dubbelen. Het kan ook zijn dat je dat icoontje niet hebt. Als je dat icoontje nou niet hebt, dan kan je als key user die ondubbelfunctionaliteit voor jezelf of voor een collega activeren. Hoe doe je dat? Door in de kandidatenmodule bovenin op het icoontje instellingen te klikken en te kiezen voor gebruikersinstellingen. Vervolgens openen alle gebruikersinstellingen van de categorie kandidaten. En dan zoek ik bij Trefwoord even op dubbel. En dan zie ik hier de instelling ondubbelaar actief voor ondubbelaar voor gebruiker in kandidatenmanager. Op het moment dat je deze activeert, dan wel voor jezelf, dan wel voor een collega, dan zal dat icoontje ook in je kandidatenmodule verschijnen. Ik ga even terug naar de kandidatenmodule. Als ik bovenin op dat icoontje klik, dan verschijnt hier een dubbele weergave met aan de linkerkant een lijst met dubbele kandidaten. Bijvoorbeeld Anja de Groot en Bram van der Hoven staan dubbel in mijn database. En aan de rechterkant zeg maar de mogelijkheid om die kandidaten dan te ondubbelen. Achter iedere kandidaat staat een getal van hoeveel kandidaten er dubbel gevonden zijn in het kader van Anja de Groot. En er zijn dus twee Anja de Groots gevonden in mijn database. Het kan dus ook zijn dat hier 3, 4 of misschien zelfs 10 staat. En dat betekent dat er 10 Anja de Groots zijn gevonden in mijn database, die ik dan allemaal kan ontdubbelen. Nou, als ik aan de linkerkant op een kandidaat klik, dan zie ik aan de rechterkant dus zeg maar de dubbele kandidaten. Met aan de linkerkant het ene record en aan de rechterkant het andere record. En ieder kandidaat geven wij een rating. Dat is compleet de kandidaten zijn. Deze kandidaat heeft een rating van 16. Deze kandidaat heeft een rating van 13. En ons basisadvies zou dus zijn om deze kandidaat aan te houden en eventueel de gegevens van rechts naar links over te zetten. Maar op het moment dat je denkt van, maar ik zie dat deze kandidaat ingevoerd is 3 jaar geleden en deze kandidaat heeft vorige week gesolliciteerd, kan je ook een andere keuze maken. Je maakt in ieder geval de keuze welke van de twee kandidaten wil ik in mijn database behouden en welke wil ik verwijderen. Maar voordat je die kandidaat gaat verwijderen, stel ik wil hier de rechterkandidaat verwijderen, wil ik waarschijnlijk wat gegevens van die rechterkandidaat verplaatsen naar die linkerkandidaat. Nou, hoe werkt dat? Aan de rechterkant kijk ik van, ik zie bijvoorbeeld dat het tussenvoegsel de en groot hier wat netter is. Ik doorloop eventjes alle verschillende velden. Ik zie bijvoorbeeld ook dat deze kandidaat werkervaringen heeft. Nou, dit lijken dezelfde werkervaringen te zijn, maar ik zie bijvoorbeeld dat deze kandidaat 1 dossier item heeft en deze kandidaat heeft 1 dossier item. Dus ik klik hier op het pijltje naar links en nu heeft de linkerkandidaat 2 dossier items. Dus dan worden die gegevens zeg maar aangevuld. Nou, zodra ik daarmee klaar ben, klik ik aan de rechterbovenkant op de knop records bewaren en bevestig ik dat er op ja te klikken. Nou, nu zijn die records zeg maar samengevoegd. En nu kan ik hier aan de rechteronderkant de rechter Anja de Groot verwijderen. Ik klik op verwijderen. Ik bevestig weer met ja. En mijn kandidaat Anja de Groot is nu ondubbeld. En ik kan verder met mijn volgende kandidaat. Nou, op deze manier kan je dus als zeg maar beheerder of administrator of office medewerker periodiek alle dubbele kandidaten doorlopen. Het is ook mogelijk om in je kandidatenmodule te zien welke kandidaat als dubbel herkend worden. Daarvoor ga ik eventjes terug naar de kandidatenmodule. Want ik heb hier nu mijn lijst met kandidaten, waarbij ik Anja dus inmiddels heb ondubbeld. En zoals je waarschijnlijk weet, is het mogelijk om lijstweergave in Otis Go zelf aan te passen. Dus dat je zelf kan bepalen welke kolommetjes wil ik in mijn lijstweergave zien. Dat doe je door hier onderin op de naam van de lijstweergave te klikken, vervolgens op het configureren icoontje te klikken. En dan hebben wij in de lijst met kandidaten een kolommetje dubbel. Die zet ik er eventjes in. Die zet ik even op een voor mij logische plek. Klik op bewaren. En nu heb ik hier aan de
linkerkant, links van de naam van de kandidaat, zie ik een icoontje dubbel. Hiermee zie ik dus dat direct vanuit mijn kandidatenlijst dat Bram van der Hoven een dubbele kandidaat is. En op het moment dat ik die dubbele kandidaat vervolgens wil openen, kan ik klikken op het icoontje van die kandidaat. En vervolgens opent meteen de dubbele kandidaat. Dit was de Oats Advice waarin ik uitlegde hoe je dubbele kandidaten uit je kandidatenmodule kunt verwijderen.